Nee, ik ben nergens bang voor. Dus er zal wel een moment komen dat het niet meer zo gaat. Of dat de vingertjes niet meer omhoog en omlaag willen. Nou ja, zwaar. Dat zal zich wel aandienen, dat moment, ja. Maar... Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee. Nee. Ik ben wel bang geweest. Ik heb een tijd lang, een paar jaar geleden, heb ik een Bell's palsy gehad. Dat is een gezichtsverlamming. Toen kon ik niet meer fluiten. Toen ben ik inderdaad wel, heb ik wel momenten van angst gehad. Het gelukkige was dat ik nog wel kon Hammond orgel spelen. Dus de gigs met Focus gingen gewoon door, die tijd. Maar ja, hoe communiceerde je dan met het publiek? Vlak bij de microfoon, was geen gehoor hoor. Dat is vreselijk. Het is vooral Annelies geweest, mijn geliefde, die mij daar doorheen heeft gesleept. En omdat zij ook zei van, ja, we kunnen natuurlijk twee scenario's hebben. Het ergste is dat het blijft, dat het nooit meer geneest. En wat gaan we dan doen? Dan hebben we weer twee scenario's, bij de pakken neerzitten. Of er iets leuks van maken van het leven. En dan hebben we gewoon besloten voor het laatste. Op dat moment, moet ik je zeggen, is de allerergste angst van me afgevallen. Als was het alsof ik op een ander platform terechtkwam. Niet hoger of lager, ik heb het niet over de hiërarchie, maar wel een ander platform. Namelijk niet dat van de angstigen, maar dat van de angstlozen. En het was een complete kentering. En dat is waarschijnlijk ook het begin geweest van de genezing. Ik ben daar ongeveer 9 maanden mee zoet geweest. En ik kon niet spelen, hè. Ik had een totaal scheef gevoel. Ik kon een beetje doen. Er kwam geen geluid uit. Ik ben ook bij allerlei dokters en allerlei kwakzalvers in de hele wereld geweest. Van Chili tot in Tokio, Japan toe. En de ene met naalden en de andere met... Ach man, dat wil ik allemaal niet meer vertellen. Maar, vreselijk. En uiteindelijk ben ik dan genezen. En dat is eigenlijk een wonder op zich.